De bewoners van Kommerwijnen kunnen binnenkort in hun eigen district de waterrekeningen betalen. De Surinaamse waterleidingmaatschappij, SWM, zal namelijk op kort termijn een eigen incassokantoor openen in het district. De zijnde tijd komt er ook een klantenserviceafdeling. Het incassokantoor zal gehuisvest zijn in de Bridge Mall op Meerzorg. Waarnemend afdelingshoofd van SWM Kommerwijnen, Wendy Mohamed, zegt dat elke persoon met een distributielijn verplicht is zich te registreren. Ook de mensen die momenteel ondanks een distributienet geen water krijgen, dienen zich te registreren. Mensen van het district hoeven dan niet per se naar de stad om aan hun betaalplicht te voldoen. Ze kunnen dan net daar bij de Bridge Mall betalen voor hun waterrekeningen. En hier zijn we dus vooralsnog niet zo ver dat ze echt voor hun verbruik gaan betalen, maar wel het vastrecht, na de overname natuurlijk. En dan kunnen ze dus dat dan in het district doen. En dan hoeven ze dus dan niet helemaal naar de stad daarvoor. Hoeveel is de vastrecht? Ik dacht dat het tussen de 14 en de 18 SAD moest liggen. Wendy, we kennen de problemen hier in het district. Kommerwijnen heeft nogal weinig water. Er zijn heel veel mensen aangesloten op de leidingen, maar er komt geen water. Geldt dit ook voor hun, dat zij ondanks dat ze geen water krijgen, toch nog komen om te betalen? Ja, in principe ieder die dus dan een aansluiting heeft op ons distributienet gaat zich moeten opgeven. De persoon moet geregistreerd worden en dan gaat die ook dan het vastrecht in rekening gebracht worden. Mohamed zegt ook dat het nutsbedrijf verschillende projecten aan het voorbereiden is om het tekort van goed drinkwater in het district op te lossen. Het streven is elk huishouden te voorzien van water. Daarom doet ze ook een beroep op de gemeenschap niet illegaal water te tappen van het netwerk. Wie zich niet houdt aan de regels, wordt meteen afgesloten van de distributielijnen. We hebben ze vaker gewaarschuwd, dus voor de mensen in Kommerwijnen, jullie moeten dat niet meer doen. Er zijn heel veel gevaren ook die daarmee gepaard gaan. Weet je, als ze trekken uit het net, er ontstaat een vacuüm effect, veel water kan weer in het net. Erger nog, er is water, maar we verspreiden het, we proberen het zo eerlijk als mogelijk te verdelen. Maar als je mensen hebt die zich asociaal gedragen en dus dan met de hydrofoorpomp aan het net gaan zitten, dan heb je 3-4 huizen geen water meer. Toch? En terwijl die persoon daar ook water nodig heeft. En het gebeurt inderdaad nog. We hebben bij onze huis-aan-huis inventaris door de afdeling keuring en controle weer gevallen gehad waarbij we dus dan mensen zien trekken. En waarbij mensen ook gewoon een hele installatie hebben gereed om een beetje tijdens verpompingstijden hiervoor te plaatsen. En het is vreselijk asociaal en het is ook onhygiënisch. Je weet niet wat voor bacteriën je verder verspreidt. En los daarvan, bepaalde zijn dan ook nog zo nonchalant. Ze laten dus dan na het trekken bijvoorbeeld hun dienstleiding gewoon open. Gewoon op het terrein, als het nou regent, veel water gaat erin. En dan heb je ook nog anderen die later willen bellen, hun dienstleiding is verstopt. Waarnemend afdelingshoofd van de SWM in Kommerwijnen, Wendy Mohamed, over het incassokantoor dat op korte termijn zal worden geopend in de Bridge Mall op Meerzorg.